Lieve vrienden, we zijn binnengekomen, heel hard. We zijn nog niet thuis. Het is hier een drukte van belang. Iedereen komt binnen. Mijn medaille wordt even gehaald door de ander. Want ik kom er met deze drukte er absoluut er niet in. Nee, dat gaat het niet worden. Dus ik zeg tot straks. Doei, doei. Nou, ik wil jullie nog even mee laten proeven van de muziek. Want ik dacht dat er maar één korps was, maar er zijn er al twee binnen en er komt er nog één binnen. Dus ja, dat is leuk! Verward allemaal, maar oké. Ik ben blij dat ik thuis ben, want ik ben echt kapot. Ik heb barstende hoofdpijn van al die herrie. Ik zat vlak vooraan met die showband, die buitenlandse mensen die dan helemaal tijdens het lopen dansen. Maar er waren er wel een aantal die waren heel erg blij. Zij was blij. En dat meneertje daar was blij. Ja, ja, ik kerel. Je was blij, man. Jij, man. En je krijgt zo eten, hè? Je krijgt zo eten. Ja, en omdat je dan laat bent, moet je dus nog eten. Ik heb net water gekookt voor een bakje koffie, maar ik moet er nog koffie in doen. Oh nee, hek al. Ja, ik ben wazig. Ik weet het allemaal niet. Zo, ga ik er even water op schenken. Oh, ik ben echt zo moe, dat willen jullie niet weten. Hola. Zo, en dan ga ik nou een hapje eten maken. Ik wens jullie allemaal een fijne, liefdevolle avond. En voor later, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Morgen allemaal natuurlijk weer gezond op. Morgen is het voor mij weer een emotionele dag. Ik ben nou al eigenlijk helemaal emotioneel. Ik zat iedere keer ook te huilen van ja. Hè, normaal zit hij aan de kant met een bosje bloemen. Nou niet. Ik heb wel Astrid gezien. Die zag mij ook. Maar ja, die had niks bij. Er geen bosje bloemen. Ik had verwacht, ik krijg een bosje bloemen. Maar nee, niet. Nee, misschien morgen, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik had, ja, je zit ook bij je mannetje, die ken morgen, had hij jarig kunnen zijn, had hij 56 kunnen worden. Maar helaas, het is er niet. Hij is boven in de hemel en ik hoop dat hij daar zijn verjaardag mag vieren. Dus ja, lieve vrienden, jullie begrijpen dat ik emotioneel ben. En ik zou zeggen, tot morgen. Doei, doei.